Dit is de geboorteakte van de universiteit? Ja, zo zou je het kunnen zeggen. Het is het begin van het begin. Het is op dat moment dat de Leuvense Universiteit van start gegaan is. En dat is het moment waarop aan de paus werd gevraagd: wilt u dat er in Leuven een universiteit gesticht wordt? Hier is het dossier. En de paus heeft gezegd: fiat ut petitur. Het gebeurt zoals men gevraagd heeft. Dat werd dan op de aanvraag geschreven. En dan start een heel het proces. En die fiat ut petitur, die is uitgesproken op 9 december 1425. Dus toen heeft Martinus V gezegd: oké, we gaan ervoor. Dit is de buul, of de pauselijke oorkonde uit 1425, waarmee het voor de Katholieke Universiteit Leuven allemaal begon. Of beter, dit is een replica. De officiële buul ging in vlammen op bij het begin van de Eerste Wereldoorlog. Wat wel nog origineel is, en van dezelfde datum, dat zijn de pauselijke privileges die bij de stichtingsoorkonde horen. En zo'n oorkonden die worden nu nog bewaard. En die zien er zo uit, het product van de pauselijke kanselarij, met een echt mooie perkamenten beschreven blad. In prachtige kalligrafie, zoals men dat toen deed. Met een lode zegel, de pausnaam erop, een zegelstaart van rode en gele zijde. En dan in het Latijn, heel plechtig, de begintekst: Martinus Episcopus servus servorum Dei ad perpetuam rei memoriam. Dus Martinus, bisschop, dienaar van de dienaren Gods, ter eeuwigdurende herinnering aan deze zaak. Zo, hier komen we in het Heilige der Heiligen van de KU Leuven. Want hier worden de manuscripten bewaard en de oude drukken. Vooral dan 16e-eeuwse drukken. Dit is de K in KU Leuven. Vooral de historische K, ja, dat in ieder geval. In 1425 zette Rome het licht op groen om de universiteit op te richten. De echte start, met de sterkere nadruk op de K van KU Leuven, kwam er 7 jaar later. In 1432 werd de theologische faculteit opgericht aan de universiteit. De kers op de taart eigenlijk, met een nieuwe toevloed van studenten. Maar vooral de Universiteit van Leuven kreeg de uitdrukkelijke opdracht om na te denken over geloofszaken, meer nog om mee de juiste leer te bewaken. En dan was er deze Adriaan van Utrecht, of Adrianus VI. Er is dus een Leuvense paus geweest. De Nederlanders gaan zeggen: het is een Nederlandse paus. Wij zeggen: het is een Leuvense paus, omdat hij hier 35 jaar, meer dan 35 jaar gewoond heeft. Eerst als student en later als professor. Dit is een origineel manuscript van de hand van Adrianus, toen hij nog gewoon Adriaan was. Daar zitten teksten in waar niemand eigenlijk al goed naar gekeken heeft. Bijvoorbeeld dit is een commentaar op het boek der Spreuken, op het Bijbelboek der Spreuken. Dat is nooit gedrukt geweest, dat bestaat enkel in manuscriptvorm. Dus dit is het originele schrift van... Dit is het originele schrift van Adrianus. Van Adrianus van Utrecht, toen hij professor was in Leuven. De Leuvense theologen speelden een grote rol in de veroordeling van Maarten Luther, de grondlegger van het protestantisme. En de aanwezigheid van dat protestantisme in onze contraien had een invloed op hoe ze in Leuven de katholieke leer invulden. Die Leuvense theologie is op een gegeven moment toch eerder pessimistisch geworden, hè. De nadruk werd heel erg gelegd op het zondige karakter van de mens na de zondeval. En de mens had alles te verwachten van de goddelijke genade. Terwijl ja, het katholicisme van het zuiden, ook met de invloed van de jezuïeten, toch een iets positiever katholicisme was, die toch meer de nadruk legde op de vermogens van de mens om bij te dragen aan zijn verlossing. We maken een stevige sprong in de tijd, want er is te veel om over te vertellen. Naar 1985, toen kwam paus Johannes Paulus II naar Leuven. Toenmalig Leuvens rector Pieter de Sommer hield toen een duidelijk pleidooi voor de wetenschappers. Hun dient ook de vrijheid tot dwalen te worden toegekend. Dit is een essentiële voorwaarde, opdat ze als onderzoekers hun opdracht en de universiteit als instelling de haren zou kunnen vervullen. Eigenlijk is het heel mooi om te zien dat die academische vrijheid om te dwalen verworven is. En de banden, institutionele banden met de kerk zijn niet meer wat ze toen waren. En in die zin, nog voor de kerk, nog voor ons, nog een discussiepunt vandaag. Dat is eigenlijk schitterend om te zien op enkele decennia tijd. De rector van vandaag over de rector van toen. Luc Zels krijgt straks de kans om op zijn beurt paus Franciscus een boodschap mee te geven. Wij zullen vooral werken rond de thematiek van de vluchtelingen. Maar anderzijds ook vanuit die kritisch loyale, kritisch constructieve houding die wij kunnen en mogen aannemen en die we in alle vrijheid zullen opnemen. zullen er ook wel een aantal boodschappen komen rond het duidelijker herkennen van de rechten van de LGBTQIA+-beweging in alle dimensies van het functioneren van de kerk, de positie van de vrouw in de kerk, en dat mag van mij gaan tot en met het priesterschap, liefst zelfs. De thematiek van misbruik in de kerk en vooral de vraag om daar een heel eerlijk en open gesprek rond aan te gaan. Hoe vul je dan die K van KU Leuven vandaag nog in voor de student van 2024? Bijvoorbeeld via een verplicht vak op alle faculteiten, religie, zingeving en levensbeschouwing. Theologe Anne van den Hoek geeft dat vak. Ik denk dat dat een eigenheid blijft van onze universiteit. Dat de theologen proberen om in actuele thema's een stem te hebben, daarover na te denken, dat te integreren in onderzoek, daarmee bezig te zijn rond bijvoorbeeld homoseksualiteit, rond diversiteit in de cultuur, rond actief pluralisme. En wij doen dat met geëigende wetenschappelijke methodes. Wij preken niet. Wat verwacht u van hem? Ik hoop in eerste instantie op gezondheid en een actieve paus die actief in gesprek gaat. Die tegenspraak duldt en met die tegenspraak in zijn wederwoord ook omgaat. En die durft op de meest open manier. En daar mogen van mij gerust verontschuldigingen bij horen. Ik kan alleen maar hopen dat op een heel open, warme, omarmende manier met de problematieken van misbruik omgegaan wordt. En dat daar een helende werking van uitgaat voor velen in deze samenleving. Dat is nodig.